Hey allemaal, welkom terug bij ons kanaal FitFacts, waar jouw veelgestelde vragen over fitness en gezondheid beantwoord zullen worden. Deze video gaat een beetje ingewikkeld worden, dus ik hoop dat ik alles goed en duidelijk kan uitleggen. Is dat niet het geval? Ga dan zeker naar onze website, daar staat alles uitgeschreven. Mooi, gestructureerd, samengevat, love it. Maar ga daar dus zeker een kijkje nemen als je ook eens alles rustig zelf wil bekijken. Genoeg geleuter, let's get into the video. Heb jij al vaak proberen een dieet te starten? Heb jij al vaak gewicht verloren, maar daarna ook weer hetzelfde gewicht bijgekomen? Dan is deze video zeker voor jou en blijf zeker kijken tot het einde. Daar geef ik al een aantal praktische tips. Hou ook onze andere video's in het oog en subscribe. Zet de notifications aan, want in de toekomst gaan we jullie nog meer praktische tips geven over hoe je moet anticiperen op de veranderingen die er gebeuren in jouw lichaam. Yay! Of om jouw weight loss journey optimaal te doen verlopen. In deze video ga ik het hebben over jouw metabolisme. Koen heeft al eens eerder een video besproken waarin hij vertelt hoe je best kan afvallen en wat je hiervoor moet doen. Jammer genoeg is het niet zo eenvoudig als er in die video wordt uitgelegd. Die video is nog steeds correct en wat Koen vertelt is ook juist en is een grote factor in het proces van afvallen of van diëten of afslanken. Maar er is meer, want jouw lichaam gaat reageren op een energietekort. Wanneer je wil afvallen, zal je minder moeten eten dan dat je verbruikt of zal je meer moeten gaan verbruiken, maar daardoor is jouw lichaam in een discomfort. En dat wil zeggen dat ons lichaam hierop gaat reageren. Want ons lichaam is gemaakt om te overleven. En het zal er dus alles aan doen om dat energietekort of dat deficit te compenseren. Let's break it down. Vooraleer we beginnen aan de specifieke veranderingen, moet ik een aantal dingen overlopen met jullie. En dat is namelijk dit. Your total daily energy expenditure. Ons lichaam verbruikt dagelijks een bepaalde hoeveelheid energie om te overleven. Zelfs wanneer we stilzitten, in de zetel liggen of wanneer we slapen is dit het geval. Verschillende processen zoals ademhaling, bloedcirculatie, hartslag en hersenactiviteit kosten ons een bepaalde hoeveelheid energie. De totale hoeveelheid energie die we verbruiken gedurende een hele dag kan worden onderverdeeld in de energie die je verbruikt in rust en deze die je verbruikt wanneer je niet rust. In het Engels ook wel resting energy expenditure en non-resting energy expenditure. Je resting energy expenditure is eigenlijk je basaal metabolisme of je basal metabolic rate. Dit wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid spieren die je bevat. Want spieren vergen energie en hebben energie nodig om te werken en om zichzelf te onderhouden. NREE kunnen we verder onderverdelen in EAT, NEAT en TEF. Ook wel Exercise Activity Thermogenesis, Non-Exercise Activity Thermogenesis en Thermic Effect of Food. Exercise Activity Thermogenesis slaat eigenlijk op de warmte die je vrijlaat tijdens activiteit, tijdens het sporten, tijdens een workout en dingen die je bewust doet om energie te verbruiken. De non-exercise activity thermogenesis is de energie die je verbruikt doorheen de dag, wanneer je aan het wandelen bent, gewoon dagelijkse activiteiten doet, het huishouden, werkt, al dat soort zaken. De thermic effect of food is de energie die je nodig hebt om bepaalde voeding te verteren, te verwerken, op te nemen. En dat is ook iets waar energie naartoe gaat. Maar zoals je kan zien is dit maar een klein aandeel. Waarom moeten we dat allemaal weten? Allora, je TDEE, dus je totale energie die je verbruikt overheen een dag, bepaalt hoeveel kilocalorieën jij mag opnemen om jouw gewicht te bewaren. Eet je minder, val je af. Eet je meer, dan kom je bij. Dat wist je al, want je hebt de video van Koen al lang bekeken.
Right? Als dat de enige gouden regel was, dan was het heel gemakkelijk of relatief gemakkelijk om gewicht te verliezen en dan zou er veel minder obesiteit zijn in de wereld. Of dan zouden er niet zoveel mensen gefrustreerd zijn over hun gewicht. Want, let's be real, we hebben allemaal al wel eens een fase gehad waarin we niet zelfzeker zijn en waarin we twijfelen over ons lichaam of wat onzeker zijn daarover. Swat, we gaan daaraan werken en het begint met de volgende kennis. Zoals ik in de intro al zei, gebeuren er veranderingen in jouw lichaam wanneer je een energietekort hebt. Jouw hormonen zullen op een bepaalde manier reageren op de manier waarop jij omgaat met jouw energieverbruik. Ben je dus bezig met een zwaar dieet, dan zal jouw lichaam er alles aan doen om dat energietekort te compenseren en dus zal je minder gemakkelijk gaan afvallen. Wat gebeurt er nu concreet? Wel, die totale dagelijks energieverbruik die zakt. Je verliest spier, waardoor je basaal metabolisme vermindert. Waarom verlies je spier? Wel, je gaat afvallen. En als je afvalt, verlies je niet alleen vet, maar vaak ook spier. Er zijn manieren om dit te voorkomen. Daarvoor kan je een van onze protein video's kijken, video's waarover we spreken over eiwitten. Want daarom zijn die zojuist belangrijk. Daar ga ik verder op in een volgende video. Maar dus, je gaat minder spieren hebben en daardoor verbruik je minder energie. Dat is een logische. Ten tweede gaan de chemische processen in jouw lichaam ervoor zorgen dat de energie die je nog hebt zo zuinig mogelijk wordt gebruikt. Dus je gaat minder energie verspillen, als het ware. Opnieuw, je verbruikt minder. Een derde reden waarom het moeilijker zal worden om gewicht te verliezen, is omdat je minder geneigd zal zijn om spontaan te gaan bewegen. You know, die active lifestyle waar ik continu over praat? Wel, je zal onbewust minder actieve keuzes gaan maken. Je zal misschien al sneller de neiging hebben om de lift te nemen. Je zal je wat moer voelen. Al die dingen. Gewoon omdat jouw lichaam signalen begint te sturen die zeggen geen energie verspillen. We're keeping it in our body. Als vierde punt, en dat spreekt een beetje voor zich, zal de energie die je nodig hebt om te verteren en zo ook wat minder zijn, gewoon omdat je minder aan het eten bent. Dit is eigenlijk niet zo'n groot aandeel, dat heb ik al gezegd, en deze kan je ook wel aanpakken opnieuw door gezonde en goede voedingskeuzes te maken. Eet je iets wat snel verteerbaar is, dan steek je daar natuurlijk minder energie in dan iets wat langer nodig heeft om te verteren. Got it? Dus die vier dingen dragen bij een verminderde totale energieverbruik. Mijn zinnen kloppen niet, ik vervoeg niet, maar dat is niet erg. Bent je mee? Nu, voorkomen is beter dan genezen. Dus we willen eigenlijk dat ons lichaam niet in die situatie terechtkomt waarbij dat we zuinig gaan zijn met die energie. Oké? Wat daar al een grote rol bij speelt, is stress. Al die hormonen waar ik daar straks over sprak, die spelen ook een rol, of de meerderheid speelt ook een rol, bij stress. Heb je veel stress, dan zullen sommige hormonen wat meer opspelen en gaan die jouw energiebalans beïnvloeden. So, solution, take a chill pill. Nee, verzorg jezelf, zowel fysiek als mentaal. Luister naar je lichaam, heel belangrijk. Willen jullie hier graag meer een video over, praktische tips? Laat het dan weten, want dat ga ik niet onmiddellijk in de volgende video steken. Maar is dat iets wat jullie interesseert, dan hoor ik het graag. Wat is dan het belangrijkste als oplossing? Probeer te denken op lange termijn. I know, niet makkelijk. Want we hebben allemaal de neiging om te denken dat extreme acties leiden tot extreme gevolgen. En dat is ook zo. Maar wij denken dat door extreem te gaan diëten en zo, we gewoon snel resultaat hebben. Maar wat we eigenlijk teweeg brengen, is dat ons lichaam extreem gaat reageren. Pak je het iets rustiger aan, neem je een iets kleiner deficit, bouw je rustig op met je activiteit, dan ga je ervoor zorgen dat jouw lichaam zich rustig aan kan aanpassen en dat die hormonale veranderingen, al die reacties van je lichaam, dat die minder extreem zijn. En dan zit je niet in de situatie waar men over spreekt, dat damaged metabolism. Ook al is er niets mis met jou als jouw metabolisme wat veranderd is of wat anticipeert op de situatie,
Dat is puur normaal, dat zijn normale reacties. Maar het helpt jou natuurlijk niet wanneer je wat wil afvallen, want het is moeilijker geworden. Geen paniek, er zijn manieren om heel dit proces terug wat om te draaien en om uit die vicieuze cirkel te geraken van bijkomen afvallen, van frustraties. Dus verlies de hoop niet, we're getting there. De moraal van het verhaal is dus dat je beter lange termijn kan denken, dat je het beter rustiger aanpakt en echt iets probeert te doen aan jouw levensstijl, aan de keuzes die je maakt, aan iets wat je kan volhouden voor, ja, de rest van je leven. Ik zeg dat tussen aanhalingstekens, omdat er heel veel nuances zijn. Voor nu moet je weten dat er veranderingen kunnen optreden in jouw lichaam, dat er andere manieren zijn om het beter aan te pakken en dat je niet moet panikeren als het allemaal even niet meer lukt. Nog een laatste disclaimer. Maak je je echt zorgen over je gezondheid? Contacteer dan iemand professioneel, een dokter of een diëtist. Heb je nog vragen, dan kan je ons altijd contacteren. Stuur ons een DM. Ga naar onze website. Contacteer ons. Stuur ons je feedbacks, dingen die je beantwoord wilt zien. Like ons, volg ons. Whatever. Do what you want. Ik ben blij dat jullie er weer waren. En ik zie jullie een volgende keer terug. Tot snel. Doei.